Vooral bij het liedje schrijven vullen we elkaar denk ik ontzettend goed aan. Lekker aan het rijden. Ja, goed hè? Kees. Voel je je veilig? Vind ik gezellig. In Buma NL Onderwegwijsjes ga ik op pad met songwriters en artiesten uit de top 10 meest succesvolle singles van de Buma NL Awards 2023. Ik kom erachter wat er schuil gaat achter de hits. En natuurlijk zingen we luidkeels mee met Nederlands meest favoriete muziektracks van dit jaar. Ja, deze heren zijn beide al jaren actief in de Nederlandse muziekbranche. Ze werken eigenlijk ook al een tijdje samen. Maar je ziet ze niet samen op één toneel. Hoe zit dat, heren? Hallo en Wesley, welkom in de West. Leuk. Nou ja, jullie zijn nu geen act samen. Nee. Maar werken dus al wel een tijdje samen. In dezelfde zin, toch, Wes? Ja. En voor, nou ja, vooral bij het moment liedjes schrijven vullen we elkaar denk ik ontzettend goed aan. Ja, dat was eigenlijk een hele grote verrassing hoor. Want hoe is dat gegaan destijds? Jij kwam met een kreet. Ik kwam met een kreet, ik inderdaad. Nou ja, uiteindelijk moet ik zeggen, mijn aanstaande, verloofde, Raquel, die kwam met 's morgens vroeg om 8 uur vroeger op de markt in Italië was. Ja. Kochten ze, kon je mooie kasmier sjaals en mooie kleding kopen voor weinig. Gaat altijd over kopen. En ik zeg, maar dat is een mooie zin. Toen keek ze me aan, ze, wat ga jij nou doen? Ik zei, ik ga het even opschrijven. Maar ja, ik ging net een half jaar mee. Dus ze zegt, goed, ik weet niet wat jij aan het doen bent. Ja, dat was voor dat meisje natuurlijk helemaal nieuw. Uiteindelijk, ik zeg, weet je, ik ga naar Manfred Jongendelers. Ja. Mijn vaste producer wat dat betreft al heel wat jaren lang. En die zegt, weet je wie we erbij moet vragen? Carlo. Ja. Carlo Verhuizen. Ja. Maar Carlo, sorry hoor dat ik het zeg. Ik wist niet dat jij ook meeschreef met... Jawel. Het verleden al incidentieel liedjes geschreven. En op een hele rare, nare manier ben ik bij Manfred Jongendelers terechtgekomen. Dat is heel ingewikkeld. Zijn dochtertje kwam te overlijden. En zijn inspiratie was weg. Manfred zegt tegen mij, wil jij met mij liedjes gaan schrijven terwijl Eva de leventje afloopt. Ik durf je dat aan, hè? Want dat is voor mensen heel beladen. Dat heb ik ja gezegd, toen stapten we in een aantal liedjes en dat ging goed. Ja. En dat werd het album van John de Bever en Corrie Konings en Samantha Steenwijk, Mart Hoogkamer, Gerard Joling. En toen stond Wes ineens voor de deur. Wij zijn het liedje gaan maken en hij gooide de ene one-liner naar de andere one-liner. Leuk, je bent lekker aan het rijden. Ja, goed hè? Kees. Voel je je veilig? Vind ik gezellig. Ja. Maar goed, dan heb je dus een zin wat eindigt op Italia. Ja, maar je kwam met iets meer dingen binnen, hè, Wes? Je had wel een soort input voor ons. En toen zeiden wij nog van, weet je wat, is het leuk als we er een rap in doen. Kiezen we de rapper. Maar het leukste is natuurlijk als Wes met die Amsterdamse tongval die rap gaat doen. Het leuke is, nu zitten heel veel mensen te kijken en die hebben zoiets over welk liedje hebben ze het nou weer, godsnaam. Ja, dat is ook zo. Mensen, daar komt hij. Mijn vrienden zijn allemaal fan. Ik ook trouwens, hoor. Daar komt hij, hoor. Hatsee! Oh! Ja! Je kunt het dan gaan zingen? Tja-tjing! Tuurlijk! Oké, kom best. Vrijdagmorgen 8:30, mocht je koffie op mijn kroon. Ik ben niet bij de les, wat is er aan de hand? Ga de wereld rond, de pizza met tonijns en de maffia. Ja hoor, vroeger op de markt in Italië heb ik mijn hart verloren aan die mooie Amalia. Nou, te gek! Het zijn! Wat heerlijk, maar Amalia, waar komt dat dan vandaan? Dat ruimde gewoon heel lekker. Ja, maar wij dachten toen jij had gebeld, dat moet over prinses Amalia gaan. Dachten wij in de eerste instantie. Nee, Italië, of tenminste, het was in eerste instantie Italië. Vroeger op de markt in Italië. Heb ik ook nog. Ik heb het in Maastricht, voor de mensen die Maastricht kennen, de Caracol. Klein cafeetje. Heb ik, toen dacht ik, Amalia moet dat Italia worden. Je hobbelt wel, hè? Met Er zit een goede vering in. Dat is ook een leuke titel trouwens. En hoe ziet dan precies die rolverdelingen bij? Hoe gaan jullie te werk? Bij zo'n liedje bijvoorbeeld als dit? Nou, het begint bij Manfred, bij zijn beat. Toch, Wes? Ja, zeker. Het begint bij die beat. Ja, absoluut. Je moet Manfred altijd kunnen dansen. Weet je, dat op een gegeven moment vormt dat gewoon. En inderdaad, Manfred met een beat. En die kwam met het idee voor die rap. En jij vulde dat in met je moet de maffia vermoorden om bij jou te kunnen zijn. Ja, zeg, niemand mop aan. Dus dat soort termen die kwamen erin. En uiteindelijk is het een groot succes. Maar ik denk overal in het liedje, weet je hebt het idee dat het een Italiaans sfeervol liedje
moet zijn. Mm-hmm. Maar eigenlijk is het zo Jordanees als de pest. Is zo Hollands als dat, ja. Alles ja. zit erin. Ja. Bij Westerstem pas Café Nol. Snap je al die elementen, oh, ja. En dat maakt volgens mij het liedje. Want er wordt volgens mij ook niet eens Italiaans in gesproken in het hele liedje. Nou, ik gooi er wel een paar Italiaanse termen gooi ik eruit. Chin chin. Amore mio. Oh, come on. Oh, ja. Spreek je überhaupt iets niet Italiaans? Ja, ciao ciao en chin chin. Ja. En amore mio. Ja, ja, ja. De pizza. Nee, maar wat leuk. En hebben jullie dan, Carlos, als jij dan ook betrokken bent bij dit nummer, heb je dan al gelijk door van, hey, hier gebeurt iets bijzonders? Gaandeweg, en wat ik eigenlijk daarnet al zei, toen Wes zijn tongval erop stond, Wes stem, mm-hmm. werd het liedje gewoon het liedje. Ja. Snap je? Het is sfeer wat je aan de mensen verkoopt. En die sfeer, ja. Die, ja, ontegenzeggelijk zit het in of je nou uit Maastricht komt of Rotterdam, dit vind je leuk. Ja. Ja, en het blijft bij zo'n inderdaad toch die slogan, of tenminste die ene heerlijke regel die iedereen meezingt. Ja. Maar zelf heb je natuurlijk ook krijters van je welste. Ja, we hebben wel leuke dingen gedaan. Ja, toch? Ja, het is lang geleden. Deze is altijd zo gezellig. Het is weer weekend en daar gaat hij weer. Oh, 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 oh. Waar is dat feestje? Hier is het feestje. In 5, 7, 8 uur. Waar is dat feestje? Hier is dat feestje. Waar is dat feestje? Hier is dat feestje. Waar is dat feestje? Waar is dat feestje? Hier is dat feestje. Nou jongens, wel een feestje bouwen met jullie. Weet je, er was vakantie in Kreta destijds en toen hoorde ik in de Engelse pubs, where is the party? Here is the party. Dus toen belde ik Leo, ik zei, daar moeten we een liedje omheen bakken. Waar is het feestje? Hier is het feestje. En in België werd dat ook al geroepen. En toen kwamen er ook wel 10 versies. Ja, we zaten er wel tussen. Hey, en jij zegt net, Wesley, dat je ook ander soort soortige liedjes maakt. Liedjes waarbij je de mensen misschien raakt. Vind je dat belangrijk om jezelf breed in te zetten? Ja, ik vind het heel belangrijk. Ik vind dat mensen... Ik vind het fantastisch als ik zie dat ze het meezingen en dat ze een Polonaise lopen. Maar ik doe ook een beetje op het liedje Trots op jou. Ja, nou ja, dat is een liedje waar ik in alle facetten van het leven toch een bepaald gevoel bij de mensen raak. Dat kan zijn als je kindje jarig is, dat kan zijn als opa. Ik heb het al zoveel gezongen op zoveel gelegenheden in het land. Zo houden wij het vol, wel 100 jaar. En staan ze jou bedreigend van gevaar. Jouw schouder aan de lijnen, laat alles maar verdwijnen. Behalve wat wij voelen voor elkaar. En dit is toch te mooi dit? Ja, prachtig. Prachtig, prachtig. Jongens, we zijn er doorheen. Nee joh. Dank jullie wel. Ja. Voor gezellig. Zeker gezellig. Ja toch? Ja, wil je nou meer van deze gezellige gesprekken volgen? Dat kan, ga dan naar ons YouTube kanaal buma.nl onderwegwijsjes. Jongens, zullen we gewoon nog een keertje doen? Ja. Omdat het mag. Het is gratis. Sorry, het is jouw bus.